Hoi, dit is Oscar van Happy Healthy en in deze video geef ik je de 12 belangrijkste tips om buikvet te verbranden, zodat je een platte en strakke buik krijgt. En wie wil dat nou niet? De eerste tip is een beetje controversieel, namelijk sla af en toe het ontbijt over. En ik weet dat mensen dan vaak denken, het ontbijt overslaan, dat is toch de belangrijkste maaltijd van de dag en dat is om je metabolisme op gang te brengen. Nou, dat is echt een hele achterhaalde stelling. Uit onderzoek blijkt dat niet zo te zijn. Het is zelfs zo dat je daarmee eigenlijk alleen maar de suikerverbranding van je lichaam stimuleert en juist niet de vetverbranding stimuleert. Allereerst, daar ga ik zo meteen over hebben. Allereerst de stelling over het metabolisme. Het metabolisme op gang brengen door te ontbijten. Nou, het blijkt dat dat effect echt heel laag is. En uit onderzoek blijkt ook dat als je een grote maaltijd van 2000 kilocalorieën in één keer zou opeten, of je zou die maaltijd verdelen over 5 of 6 porties over 1 dag, dus geleidelijk over de dag, dat je aan het eind van de dag in beide condities evenveel calorieën hebt verbrand als alle andere factoren gelijk zijn. Kortom, je verbrandt niet zozeer meer calorieën door de porties op te delen over de dag. Toch zit deze gedachte, deze overtuiging zit er heel diep in. Er is geen bewijs voor dat je metabolisme vertraagt of iets als je het ontbijt overslaat. Het klinkt als een hele mooie theorie, maar op een of andere manier is die denk ik doorverteld aan heel veel mensen. En mensen vonden dat aannemelijk en die dachten, nou, dat is het zal wel zo zijn inderdaad. Maar dat is dus niet meer zo. En de reden waarom je eigenlijk meer vet gaat verliezen door het ontbijt over te slaan, is omdat in de ochtend, dan heb je nog maar weinig glucose in je lichaam. Glucose haal je uit koolhydraten. En je hebt al een hele nacht geslapen. En daardoor gaat je lichaam meer in een staat van vetverbranding. Want het lichaam heeft eigenlijk maar 2 energiebronnen. Dat is de glucose, haal je uit koolhydraten, en de vetten. En als je de hele tijd die glucose gebruikt, en ook de hele tijd blijft eten, dan ga je ook de hele tijd die energiebron gebruiken. En je gaat niet de vetten gebruiken. En dat is precies het probleem. Dus daarom is het soort vasten van een heel aantal uren juist voordelig voor de vetverbranding. Dus als jij ontbijt overslaat en je gaat om 12 uur eten en je stopt om 8 uur met eten. En vanaf 8 uur is de avond al gedeeltelijk begonnen, maar dan ga je ook slapen en de volgende dag ontbijt je niet. Dan is juist de hele ochtend de periode waarin je lichaam geforceerd die vetten moet gaan verbranden, omdat er geen glucose is. En daardoor kom je in een staat van vetverbranding. Nu raad ik je niet aan om elke dag het ontbijt over te slaan, omdat je lichaam ook soms wil verrassen, je wilt je lichaam uitdagen, want alles wat je uitdaagt wordt sterker. Dat was de eerste tip. En de tweede tip gaat over, als je dan gaat ontbijten, ontbijt dan met eiwitten. Want uit onderzoek blijkt dat je ontbijt met eiwitten, dat je 60% minder nadenkt over eten die dag. Je hebt 50% minder zin in snacks in de avond. En je nuttigt 400 calorieën minder per dag. En dat komt waarschijnlijk omdat de eiwitten geven je een meer verzadigd gevoel dan dat je bijvoorbeeld ontbijt met koolhydraten. Dus als je dan ontbijt, je kan het ook overslaan, dat raad ik je trouwens aan om ongeveer 1 tot 3 keer per week te doen. Maar als je dan toch ontbijt, ontbijt dan met eiwitten. Tip nummer 3 is, eet meer gezonde vetten. Want het is niet zozeer dat vetten, dat je daarmee je vet opslaat. Omdat vetten geeft je een verzadigingsgevoel en het maakt weinig insuline aanmaak. Ten opzichte van bijvoorbeeld de koolhydraten, daarmee ga je heel veel insuline aanmaken. En insuline zorgt uiteindelijk voor vetopslag. Terwijl de gezonde vetten dat juist de vetverbranding stimuleren.
En dan heb ik het over gezonde vetten als avocado, olijfolie, de noten, de zaden, etc. En ook de kokosolie en de vette vis natuurlijk. Vooral de omega-3 vetzuren zorgen voor een snellere vetverbranding. En omdat je uit je voeding bijna niet alle soorten omega-3 vetzuren kunt halen, raad ik je aan om een capsule te nemen. Ik raad je aan om de krilolie capsule te nemen. En dat is eigenlijk de pil die het dichtst bij buikvetverbranding in de buurt komt. Dus als je allemaal advertenties ziet over pillen, over buikvetverliezen, ik zou zeggen, negeer die allemaal. Het heeft allemaal weinig zin. En als je een pil of een capsule wil nemen, neem dan een omega-3 pil. Dat was tip 3. Tip nummer 4 is, doe korte, hoge intensiteitstrainingen. Ik heb al een andere video gezegd dat cardio helemaal niet zo effectief is om vet te verliezen. De hoge, korte intensiteitstrainingen zorgen wel tot 7 keer snellere vetverbranding. En dat komt omdat als je bij cardio doet, dan loop je de hele tijd op eenzelfde tempo. En dan gebruik je eigenlijk alleen maar je langzame spiervezels. Als je daarentegen intensieve stukjes training doet, daarmee bedoel ik, je gaat misschien 10 push-ups of misschien wel 20 push-ups, zoveel als je kan. En daarna hou je rust en daarna doe je weer 10 push-ups, hou je weer even rust, en weer 10 push-ups, etc. Of je doet met hardlopen, je gaat een tijdje sprinten, dan wandel je, weer sprinten en wandelen. En dat doe je ongeveer voor 20 minuten totale training, waarin je wel waarschijnlijk helemaal afgebekt bent. Maar daardoor gebruik je ook je snelle spiervezels en je supersnelle spiervezels. En daardoor verlies je dus veel meer vet. Dus uit een onderzoek met vrouwen zijn meerdere onderzoeken. Volgens mij deden die 15 weken deden ze training. De ene groep deed cardio training, 20 minuten 3 keer per week. En de andere deed 20 minuten 3 keer per week de korte hoge intensiteitstraining. En wat bleek? Diegenen die korte hoge intensiteitstraining deden, hadden veel meer vet verbrand. En die hadden ook hun vetpercentage veel meer verlaagd. En ook in een ander onderzoek moesten ze stoppen als ze een bepaald aantal calorieën hadden verbrand. Met cardio of met de korte hoge intensiteitstraining. Daaruit bleek ook dat de groep die training deed veel meer vet had verbrand en de vetpercentage had verlaagd. Dus je kan naar mijn idee veel beter 3 keer per week 20 minuten die soort training doen in plaats van dat je gewoon een half uur of een uur lang cardio aan het trainen bent, dus aan het hardlopen, waardoor je ook cortisol aanmaakt en daardoor weer vet opslaat, etc. Dat was tip 4. Tip 5 is, vermijd langdurige stress, ook wel chronische stress genoemd. Zoals ik in een andere video zei, acute stress is goed. Nee, als je bijvoorbeeld een koude douche neemt, dan maak je ook testosteron aan, dat stimuleert ook weer de vetverbranding. Dat is allemaal goed, dat is even de korte stress, daarmee daag je lichaam uit om sterker te worden. Maar als je de chronische stress hebt, dus je hebt gewoon wekenlang of maandenlang of veel dagen in de week heb je veel stress, dan ga je veel sneller de buikvet opslaan. Dus veel meer dingen die je eet, die gaan gewoon gelijk op je buik of bij vrouwen ook slaan ze de vet op hun heupen of op hun dijen. Bij mannen is het toch meer op hun buik. Bij vrouwen ook, maar bij mannen is het eigenlijk voornamelijk op de buik en niet per se op de heupen en op de dijen. Dus zorg ervoor dat je goed slaapt, veel ontspanning doet, ademhalingsoefeningen, yoga, mediteren, etc. En als je niet zo van de zen-meditatie bent, kijk dan een avondje tv of een komische film. Al dat soort dingen zorgen voor meer ontspanning. En dus de kans dat jij buikvet gaat opslaan is gewoon veel lager. Tip nummer 6 is, zoek de kou op. Nou, je kunt dus een koude douche nemen, zoals ik al zei. Dan ga je testosteron aanmaken, stimuleren vetverbranding. Je kunt ook veel langer de kou opzoeken. Het blijkt bijvoorbeeld uit een studie
dat als jij gaat zwemmen, dat je nog veel meer calorieën verbrandt als je in koud water zwemt. En de reden daarvoor is dat het lichaam moet je lichaam moet zichzelf warm houden. En dat kost ook veel calorieën. Dus af en toe in de kou iets doen is zeker goed. Ik bedoel niet dat je een uur lang in een intens koud bad gaat liggen. Dan ga je waarschijnlijk onderkoeld raken. Maar gewoon in een best wel koud zwembad zwemmen, waarin je gewoon voelt van ik moet gaan zwemmen, want anders krijg ik het koud. En dan ga je veel meer extra calorieën verbranden. Tip nummer 7 is drink een spinazie smoothie. In spinazie zit een stofje, tilalokide, heet dat volgens mij, tilalokide. Dat is moeilijk uit te spreken. Maar als je dat, dat zit veel in spinazie. En daardoor kun je je hedonische honger, dat is eigenlijk de drang naar vet en suiker, kun je verlagen met 94%. Dat blijkt uit studies. Dus daarmee kun je eigenlijk je drang tot eten en je eetlust kan je dus eigenlijk verminderen, waardoor je eigenlijk minder gaat eten. Dus als je niet het ontbijt overslaat, kan je dus ook naast de eiwitten, kan je een spinazie smoothie nemen. Je kan ook gelijk wat water erbij doen, want als je de water bij de smoothie doet, dan is het meer verzadigend. Je kan ook gelijk wat goede vetten erbij doen, zoals avocado. Maar daardoor kun je dus je eetlust terugdringen. Nou, dan gaan we naar tip 8. En dat is doe aan een cheat day. Een cheat day is eigenlijk een dag waarin je dus gaat vals spelen. En daarbij ga je op een vaste dag, bijvoorbeeld een zondag, ga je gewoon even helemaal los met eten. Heel veel mensen vinden het heel moeilijk vol te houden als ze een gezonder voedingspatroon nemen. En die denken dan dat ze dan dus elke dag die regeltjes scherp moeten aanhouden. Maar uit onderzoek blijkt dat als je één dag even helemaal los gaat, dat het eigenlijk helemaal niet zoveel negatief impact heeft op je vetverbranding. Het kan zelfs juist een positieve impact hebben, omdat het je metabolisme even een boost geeft. Je gaat even flink wat meer eten. Ik raad je aan om niet meer dan 2 keer de hoeveelheid eten die je normaal eet. Maar daardoor kun je je metabolisme een tijdje boosten. En je kunt het hormoon waardoor je eigenlijk het hongergevoel krijgt, die kan je flink onderdrukken. Wat je misschien wel krijgt is na een paar dagen, als je het voedingspatroon hebt aangepast, heb je ontzettende honger, wil je gaan snacken. En dat komt omdat dat hongergevoel steeds groter wordt, het hormoon is, wordt eigenlijk steeds meer aangemaakt. En als je dan eventjes helemaal losgaat, dan kan je dat hormoon weer eventjes helemaal terugduwen. En ongeveer iets van 3 dagen kan je het flink naar beneden halen. En die andere 3 dagen die daarna nog komen, die moet je dan dus in principe nog volhouden. En dan ben je alweer een week verder, waarin je alweer kunt losgaan. Dus eet dan gewoon lekker een pizza, eet wat chips. Dus zoals ik zei, het is niet dat je helemaal je volpropt, maar je kunt 2 keer zoveel eten als dat je normaal eet. Nou, tip nummer 9 is eet geen koolhydraten in de avond, omdat je sneller dat gaat opslaan als vet. He, zoals ik al zei, als je koolhydraten eet, maak je veel insuline aan. Vooral de enkelvoudige koolhydraten, dus de bewerkte koolhydraten die gestript zijn van hun vezels. En ik raad je met name aan die dus niet in de avond te nemen. Omdat je dus een hogere kans is om die op te slaan als vet. Tip nummertje 10 is drink meer water en groene thee. Door water en groene thee krijg je meer een verzadigd gevoel, waardoor je minder eetlust hebt. En dat is goed, want daardoor ga je dus minder eten. Dus dat is een groot voordeel. En groene thee heeft ook heel veel gezondheidsvoordelen. Het kan ook de vetverbranding verder stimuleren. Tip nummer 11. Ik heb geen 11 vingers, maar goed. Is vermijd vruchtensappen. Die zitten namelijk heel veel suiker in. Mensen weten dat niet. Die denken, ja, vruchtensappen, hè, dat zijn sappen gemaakt van pure vruchten. In werkelijkheid wat ze doen, is dat ze vruchten pakken die
Die koken ze, waardoor alle fruitsappen verdampt. Daar zitten heel veel vitamines in. Houden ze de vezels over, gooien ze er water bij, gooien ze er een heleboel suiker bij. En dat zijn de vruchtensappen. Dus die zijn helemaal niet zo gezond zoals ze doen vermoeden op de verpakkingen. Hè, 100% dit of dat. Er zijn wel vruchtensappen die uit 100% sap bestaan. Puur fruitsap, die zijn er zeker. Dus dat is ook al een stuk beter. Maar heel veel sappen hebben ontzettend veel toegevoegde suikers. En ze zijn op een bepaalde manier ook al veel meer gestript van hun vezels. Er zijn wel wat vezels over, maar veel minder dan gewoon in een natuurlijk stuk fruit. En daardoor gaat je bloedsuikerspiegel ook veel sneller omhoog. En ga je dus weer meer insuline aanmaken en ook weer meer vet opslaan. Tip nummer 12 is vermijd ontbijtgranen. Ook daar zit heel veel suiker in, dat weten mensen niet. Dus kijk vooral op de ingrediëntenlijst. En dan heb ik het over de muesli en de krusli en de cornflakes. In sommige producten zit ontzettend veel suiker. Dus bekijk de ingrediëntenlijst en bekijk ook naar de schuilnamen. Van suiker, want er zijn een heleboel schuilnamen. Dat is eigenlijk hetzelfde als suiker. Maar wat de industrie heel vaak doet, is dat in een product zit dan heel veel suiker. En dan moeten ze eigenlijk dat ingrediënt vooraan de ingrediëntenlijst zetten. Want de ingrediëntenlijst is van meer naar meest. Dus het ingrediënt wat vooraan staat, is het ingrediënt wat het meest in het product zit. Het grootste percentage van het product. En dan wordt het steeds minder naarmate je verder leest. En als ze dus één naam zouden hebben voor suiker, dan zouden ze dat heel vaak vooraan moeten zetten of op de tweede plek. Maar wat ze dan doen, stel dat op de tweede plek staat, op de eerste plek staat bijvoorbeeld tarwe, op de tweede plek staat suiker. Dan gaan ze die suiker opdelen in allemaal verschillende soorten namen. Ze hebben allerlei soorten namen, die eigenlijk is dat bijna hetzelfde als suiker. En doordat ze dat opdelen, kunnen ze al die stukjes verschillende schuilnamen van suiker verder op de ingrediëntenlijst zetten, waardoor misschien de eerste 3, 4, 5 ingrediënten geen suiker bevatten, maar andere producten, omdat ze die suikers allemaal hebben opgeknipt in kleine stukjes. Dus dat is een hele slimme marketingtruc, maar het is wel heel nadelig voor de consument. Dus dit waren de 12 belangrijkste tips om snel buikvetten. Hey, dit is Oscar en vond je deze video leuk? Klik dan op de like-button onderaan deze video op YouTube en abonneer je, zodat je meer van deze video's krijgt. Als je een vraag of opmerking hebt, laat deze dan hieronder achter. Ik beantwoord deze altijd persoonlijk en zo snel als mogelijk. Er bestaan geen domme vragen, je kunt me alles vragen wat je wilt. Kijk naar andere leuke video's hierboven. Linksboven ontdek je de 5 fatale fouten die mensen maken met buikvet. En rechtsboven ontdek je de 5 belangrijkste oorzaken van buikvet. Onderaan kun je ook klikken naar mijn quiz. Hiermee kun je persoonlijke afslank-IQ testen. Succes!